Hans, de voorbereiding is alweer begonnen. Een aantal dagen, eigenlijk anderhalve week aan de slag. Hoe kijk jij terug op deze anderhalve week? Ja, een mooi begin gehad. Iedereen blij dat we met elkaar natuurlijk mochten trainen met de hele groep. Wel in de regels, met meerdere kleedkamers en goede omstandigheden in Horst. En uiteindelijk zie je dan aan die groepen dat ze echt hartstikke gretig zijn en met elkaar bezig zijn. Ja, en dan het vervolg is dat je die week lekker af kan sluiten en dat je dan afgelopen dinsdag mag spelen. Nou, dan zie je die motivatie nog hoger. Ondanks dat het tegen een vijfde klasse was. Dan zie je iedereen dat ze weer dolgelukkig zijn. Dat ze een echte wedstrijd mogen spelen. Wat zegt jou zo'n wedstrijd? Want je wint daar met 19-0. Nou ja, weet je, het ging er natuurlijk om. En dat hebben we natuurlijk ook besproken. Dat je 4 maanden niet gespeeld hebt. Een normale wedstrijd. En of het dan tegen een vijfde klasse is. Ja, dan heb je het gevoel weer dat je voetballer bent. Dat je doelpunten kan maken. Ja, dat hebben we wel goed gedaan, denk ik. Maar uiteindelijk ging het er weer om dat ze weer lekker met een echte scheidsrechter, met buitenspel en noem maar op. Plezier straalde er vanaf. Dus het is prettig. En we zitten nu nog met 1 training te gaan en een wedstrijd te gaan. Voor de break die we hebben voor de tweede start in augustus. Ja, dan denk ik dat we op de goede weg zijn met z'n allen. Wat voor groep heb je tot nu toe bij elkaar? Wel een mix natuurlijk van jong en oud. Hè, waarbij er natuurlijk jongens die vorig jaar al bij de groep zaten, van de jonge groep. Nou, niks aantal jongens met ervaringen bij. En een heleboel jonge jongens die nog hartstikke veel moeten leren. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat we straks, hè, als we 12 augustus, september mogen beginnen. Ja, dat we een volwaardig elftal hebben staan. En daar zijn we met z'n allen keihard aan bezig om dat te realiseren. En is die groep wat jou betreft op dit moment compleet? Nee, want we weten allemaal natuurlijk nog dat we wat jongens erbij moeten hebben. En dat is niet zeuren, maar dat is echt puur op positie en kwaliteit. Dat we een eredivisiewaardig elftal met elkaar moeten bevestigen en creëren. Nou, dat is niet zo makkelijk, want iedereen is bezig met elkaar. En we willen graag jongens die ook graag voor ons willen spelen. Dus daarin zoekende, maar ik denk dat als alles zijn beslag krijgt, dat we daarin na de break waarschijnlijk wel weer met een wat grotere groep kunnen spelen of trainen. Je geeft hetzelfde al aan, de break. Voor die break nog eerst de wedstrijd tegen EVV. Ja. Hoe kijk je daar naar toe? Nou, is een derde divisieclub. Nou, dat is niet niks. Hè. Dat is een groot verschil met afgelopen dinsdag al natuurlijk. Dus we zullen daarin heel geconcentreerd en het goed af moeten sluiten. Dat is een stapje hoger en dus meer weerstand. Dus kijken hoe we daarmee mee omgaan. Dus dat moeten we goed afsluiten zondag. En daar hebben we ook wel vertrouwen in. Maar je mag het absoluut nooit onderschatten, zulke soort wedstrijdjes. Want dan loop je tegen blessuretjes op, onnodige doelpunten tegen. En dat moet je niet willen. En daarna gaat Hans de Koning 10 dagen op vakantie? Ja, ik heb besloten met de vrouw toch om nog even weg te gaan. Want we hebben begrepen, voor mij is het niet zo, maar mijn vrouw die is er echt aan toe. Dus ik ben te lang thuis geweest. Als ze zegt, we gaan eruit, dan kan ik ook af en toe het zwembad duwen. Nou, dan zien we ons daarna weer op 6 augustus, als ik het goed heb. Dan gaan we weer starten. En dan door naar de eerste wedstrijd, Emma uit. Dus daar hebben we nog wat goed te maken voor vorig jaar. Dus. Succes. Dank